mensen, top dat jullie weer kijken. Ik heb een nieuwe wagen, moet je kijken. Hé, hey, die is vet hè. Maar weet je wat het is? Er zit nog geen motor in. Maar ook daar zijn oplossingen voor. Dat komt helemaal goed. Ja, Dirk, past dat? Dat wordt wat. Ja, dat denk ik wel, hè? Ik denk dat het wel krap wordt. Ja, dat moet ook. We moeten natuurlijk zo'n groot mogelijke motor in dat kleine wagentje frotten. En we willen natuurlijk dat hij nog bijna origineel eruit ziet ook. Dat zou mooi zijn. En erop kunnen zitten, dat wordt ook nog wat. Ja, inderdaad. Laten we het maar in de werkplaats leggen en eraan beginnen. Wel licht gewicht allemaal. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je moet eigenlijk gewoon alles eraf halen wat, wat niet op een speelgoedautootje lijkt. Zo. Oké, klaar. Nee, hij is af. Hoppa. Dat is snel gemaakt. Zo wel, hè. Nee, oké, nou. Sluitblad eraf, die achterste kapjes eraf, de handgreep eraf, de voorste beugel eraf. De grap is, hij moet zeg maar daar inpassen, maar hij is eigenlijk hij is groter dan een speelgoedauto. Dat is een beetje nog een dingetje. Maar goed, we kunnen wel voor zorgen dat hij kleiner wordt dan een speelgoedauto, denk ik. Dat is wel de bedoeling. Hoppa, schroeven. Een stuk kleiner zo. Ik denk dat hij dadelijk al bijna past. Dat denk ik ook. Is het wel een erg mooi motortje. Kijk, hier zie je ook de... Daar zit de aandrijving. Centrifugaalkoppelingetje. Riemschijfje. Is toch wel even beter dan een kettingzaag. Meer pk. Zo, het is gewoon een hele dikke kettingzaagmotor eigenlijk. Wat heb je daar? Een voorrasje. Van een quad of zo? Dat is inderdaad van een Chinese quad. Een stukje nog. Maar die is wel erg breed. Maar die fusee-stukjes. Die kunnen we wel goed gebruiken, denk ik. Met remmen. Die halen we eraf, hè? Dat hebben we niet nodig. Remmen is voor mietjes. Precies. Fusee-stukken. Wieletje eraan, zo. Dit komt helemaal goed. Dit is een stuk compacter. We hebben wel geen remmen meer, maar ja, die passen niet meer. Ja, hier nog even de stuuras eraf halen. We hebben daar natuurlijk deze kogeltjes nog nodig. Dit hier aan, een wiel. We hebben een heus chassis gebouwd. Kijk dan. Oh, mooi allemaal in verstek gezaagd. Dat was een superieur afvalzaag. Het is wel een klein dingetje, hè? Schattig, hè? Erg schattig. Het is zo schattig, maar het is volgens mij zo'n gevaarlijk ding als je dadelijk doet. Ja. Dat is al hard. Nou, we zijn even aan het kijken naar de overbrenging. We gaan vanaf de motor met een riem als eerste, naar een riemschijf.
Dan hebben we hier een tussenas. En vanaf daar gaan we met een klein tandwieltje naar het grote tandwiel van de achteras. Dus dan hebben we eigenlijk twee vertragingen. Nou, dat is, komt helemaal goed. En dat is fijn, want met die ketting kunnen we nog verschillende overbrengingen maken. Omdat we ook nog andere tandwieltjes hebben ook. Ik heb van tevoren de overbrenging wel uitgerekend. Het zou natuurlijk kunnen dat het toch, ja, toch beter uitpakt dan gehoopt. Of dat hij misschien toch niet zo sterk is als dat ik eigenlijk had opgezocht op internet. Die toch al wel iets vermogen ingeleverd heeft, die motor. Nou, dan kunnen we nog iets smokkelen met de aandrijving. Ideaal. Ik ben benieuwd. We gaan hem tussenas maken. En dan, ja, dan begint het er al wel... serieus ding te worden. Ik moet het zeggen, dan zijn we er bijna, denk ik. Ja, dan even een gashendeltje maken en ja, de boel aflassen is ook wel handig, want anders breekt die denk ik tijdens de testrit door midden, want het is allemaal nog maar gehecht. Nou, dit komt helemaal goed. Vanzelf, hé. Ik kan het zeggen, hij doet het zo al. Ja. Ah, dit is toch wel een heel chic, degelijk framepje, hoor. Sterk ook, hè. Dat veert niks. Wielen vast, tandwieltjes vastlassen, want die staan er allemaal los. Motor erin en ja, het belangrijkste nog, de kap erop straks. Die we voor dit project hebben gebruikt, die komen van Indie. En Indie is een webshop en dan kun je allerhande technische onderdelen bestellen. Voor dit project heb ik daar bijvoorbeeld besteld onderdelen voor de riemaandrijving, lagers, kettingwieltjes, de kettingen en assen. Heb jij nou onderdelen nodig voor jouw project? Check dan even de link in de beschrijving en ga naar de website van Indie. Want daar kun je allerhande onderdelen vinden. En als je nog vragen hebt, stel ze even op de site, want er zit namelijk een chatfunctie. En er zijn allemaal specialisten die graag jouw vraag willen beantwoorden. En die jou kunnen voorzien van de juiste onderdelen voor jouw project. Hé, hey, maar terug naar ons project. Zo, hij is klaar. Woehoe! Tijd voor een eerste testrit. Tijd om te kijken of hij het doet. Pak aan.
nog een detail. Dit trekt alles niet. Het is nou een soort van step. Zo doen we dat. Hoppa! Ik denk dat hij het wel doet, hè? Mooi hoor. We maken zelfs wheelies. Wat verdikke. Ik denk de kap erop. Ik denk het ook. Dan is hij echt klaar. Klaar, wat een schattig rijdend schattig klompje. Ah. Hij is nog niet klaar. Oh. Nog iets heel belangrijks. Nou toch. Dit is zeker het kleinste voertuig wat we ooit gebouwd hebben, denk ik. Echt schattig. Hij maakte net echt nog maar weinig toeren. Zo brrr, maar als hij dan vol gas gaat, zo, dan maakt hij toch wel een heel stuk meer toeren. Dus ik ben benieuwd hoe hard het hij echt kan. Hey mensen, we gaan hem volgende keer serieus testen. Want ja, we moeten natuurlijk wel weten wat de topsnelheid is. Maar dat gaan we niet hier doen. Dus ik zou zeggen, volgende keer weer kijken. En bedankt voor het kijken en tot de volgende.